gaan nu dus luisteren naar Jos Peters met puberteit, vrije wil en onbeholpen idealisme. Jos? Dankjewel Herman. Dames en heren, goedemiddag. Beste collega's. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij deze twee dagen samen met elkaar in versneld tempo het proces, de fase doorlopen die het kind vanaf geboorte ook doorloopt tot volwassenheid. U bent hier gisterochtend, als het goed is, als een baby binnengekropen. En we zijn nu in een fase terechtgekomen, maar die zult u, de fase van puberteit. De fase die in ontwikkeling leidt tot volwassenheid. Wat een tijd is, de puberteit, van grote uitdagingen, beproevingen, van strijd voor de puber, maar zeker ook voor zijn ouders en andere bij de opvoeding betrokken mensen. Het zal u bij het luisteren naar onze lezingen deze twee dagen zijn opgevallen dat iedere fase in de ontwikkeling van het kind zijn eigen specifieke kenmerken en gedrag heeft. Over die van de puberteitsfase zijn de meeste mensen geneigd meestal als eerste te denken aan problemen en conflicten. In groepjes rondhangende jongeren die zich afzetten tegen het gedrag van hun ouders en leraren, en andere mensen betrokken bij de opvoeding, kritiek hebben op alles, hun grenzen opzoeken. Het is natuurlijk de vrije wil die nadrukkelijk hier om de hoek komt kijken, van wat mag ik en hoe ver kan ik gaan. Maar in feite, we zijn van mening dat dat niet meer zijn dan de symptomen van een daarachter werkend, kenmerkend proces voor de puberteitsfase. Namelijk het in deze fase ontwaken van het idealisme bij de jongens en meisjes van deze leeftijd. En wanneer meer volwassenen dat zouden inzien, dan zouden zij misschien anders gaan kijken naar de jeugd van tegenwoordig. En meer oog gaan krijgen voor de geweldige belofte die jongeren betekenen voor de toekomst. En dat inzicht zal hen dan vervolgens ongetwijfeld beter in staat stellen de jeugd te begeleiden om zelfstandig een positieve levensvisie op te bouwen. Want dat is waar het werkelijk om gaat in deze puberteitsfase. En om te kunnen begrijpen waar dat idealisme in deze fase vandaan komt, zoomen wij nog eens in op het recapitulatieproces waarover wij het dit symposium al vaker met u gehad hebben. Vanaf de geboorte, of eigenlijk al iets eerder, herhaalt het reïncarnerende kind de verschillende klassen die het de huidige vierde ontwikkelingsronde in de mensenschool al vele malen eerder heeft doorlopen. En zoals wij u eerder hebben uitgelegd, wordt steeds één aspect uitgewikkeld en tegelijkertijd een ander aspect ontwikkeld. Welnu, tijdens de puberteit herhaalt de opgroeiende jongere de vierde klas, waarbij de nadruk tijdens deze fase ligt op de ontwikkeling van de begeertekracht. Dat is, en dat is heel belangrijk om te weten, op zichzelf een neutrale kracht en feitelijk het vermogen dat nodig is om dingen tot stand te brengen, om te kunnen groeien, grotere inzichten op te bouwen en die natuurlijk ook te realiseren. De begeerte geeft energie aan de in essentie vrije wil van de mens waarover Barend het gisteren tijdens de eerste lezing heeft gehad. Met de vrije wil geef je haar een spirituele, dus onzelfzuchtige, of een materiële, zelfzuchtige richting aan. Je stelt je bijvoorbeeld als doel niet deel te nemen aan de hebzucht in de wereld en koopt voortaan je kleding alleen nog maar in tweedehandswinkels. Of, aan de andere kant, je kiest ervoor je altijd volgens de laatste mode te kleden en het laat je onverschillig hoe duur die kleding is, waar het gemaakt is en door wie het gemaakt is. Die vierde klas van ontwikkeling van de begeertekracht is een belangrijke, namelijk een kritische fase. Het is de meest stoffelijke fase, het keerpunt van stoffelijke ontwikkeling, theosofie noemt dit de neergaande boog, naar geestelijke ontwikkeling, dus de opgaande boog die we moeten zien te nemen.
Het instrument waarvan de persona gebruik maakt is nu zo ver gereed dat de hogere natuur zijn invloed kan laten gelden en in principe in staat moet zijn dat keerpunt ook te nemen. Dit gaat echter niet zonder moeite. De vierde fase is een periode van innerlijke strijd. Innerlijke strijd tegen de verleidingen van de lagere natuur en het moment ook van een zelfstandige ethische keuze. Kiezen we nu bewust voor materiële verlangens, voor ons eigen belang, of doorzien we de beperkingen daarvan en gebruiken wij onze spiritueel gerichte wil en besluiten wij te streven naar hogere, nobele doelen? Die keuze bepaalt of wij de opgaande boog gaan of blijven hangen. En ziet u nu wat er werkelijk aan de hand is met uw worstelende puber? Zijn hogere zelf komt naar voren in deze fase en het laat zijn invloed gelden. Die hogere natuur, dat is natuurlijk zijn gedurende zijn carrière als mens zijn onsterfelijke deel. Het reïncarnerende deel, de acteur in het levensdrama. Zijn gedurende vele levens ontwikkelde hogere, nobele, universele gedachten en idealen verbonden met zijn geestelijk en goddelijk deel. Grootse ideeën over bijvoorbeeld vrede, rechtvaardigheid, schoonheid, universele broederschap. En die grootste gedachten komen bij de puber als herinnering weer boven, tezamen met die grote begeertedrang om ook de idealen te realiseren. En kunt u zich de verwarring nu voorstellen? De verwarring en de strijd. De onschuldigheid van zijn kindertijd, de kindertijd van de puber, is voorbij. Hij ziet de wereld ineens met andere ogen. En dat is schrikken. Want wat hij ziet staat ver af van zijn ideaalbeeld. Huichelarij, geweld, haat, zelfzucht, onrechtvaardigheid. En ga zo maar verder. En hij heeft nog niet die ervarenheid om daar steeds op een wijze manier mee om te gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan de jonge moslimjongens en meisjes die impulsief vaak besluiten om naar Syrië te vertrekken, omdat ze denken daar hun islamitisch ideaal te kunnen realiseren. Zij doorzien, denk ik, nog niet wat er werkelijk aan de hand is in dat land en nemen niet het geduld om eerst goed eens na te denken of raad te vragen van wijzere mensen. Het is nu geen raadsel meer voor u, veronderstellen wij, waar de conflicten vandaan komen en waarom de opgroeiende jeugd zich afzet tegen het heersende gezag, hun ouders vaak als eerste. Eigenlijk zou het verontrustend zijn wanneer dat niet het geval is. Het idealisme moet namelijk in deze fase zijn weg kunnen vinden. En kinderen die thuis geen inspiratie vinden, die zoeken dat buiten het gezin. We zien dat vaak terug in de vorm van een heldenverering. Jongens en meisjes die zich graag vereenzelvigen met idolen uit de muziek, sport of de politiek. Maar er zijn er ook die zich helemaal storten in het werk van Greenpeace of Amnesty International. Of denk eens aan het jonge Pakistaanse meisje Malala, die al op zeer jonge leeftijd met gevaar voor eigen leven het besluit nam zich in te zetten voor de vrijheid van onderwijs van meisjes in haar eigen land. Ik heb trouwens vanmiddag op de boekentafel boven een interessant boek gevonden. Er zijn al maar een paar exemplaren, heb ik gezien. Maar dat kan ik u echt aanraden. Het gaat over kinderen, vaak vanuit deze leeftijd van de puberteit, die door hun denken en handelen in staat zijn geweest om hun wereld te veranderen. Niet alleen die van hunzelf, maar ook van anderen. Een aardig voorbeeld, wat onze Duitse vrienden zal aanspreken, Christiane F. Kinder am Zo. Iemand uit een jong pubermeisje die beland is geraakt in de drugswereld in Berlijn. Die zich daaruit heeft weten te ontworstelen en op latere leeftijd zich heeft ontwikkeld tot iemand die vooral zich enorm inzet om ervoor te zorgen dat kinderen van die leeftijd niet aan die verleiding of tegen die verleiding zich kunnen weerstaan en niet aan drugs gaan beginnen. Dus ik kan het u van harte aanbevelen. Voor veel ouders vervolgens is het een
shock om ineens te ontdekken dat hun kind veranderd is in een onhandelbare puber. Hoewel natuurlijk men wel bekend is met de heftige problemen waarmee de puberteitsfase vaak gepaard gaat. Want we zijn tenslotte allemaal ooit eens zelf ook puber geweest. Maar toch hebben de meeste ouders zich nauwelijks verdiept in de specifieke kenmerken van deze fase. En in het bijzonder de oorzaken ervan. Wij vinden dat zij zichzelf daarmee tekort doen voor een goede uitvoering van hun taken als opvoeder en begeleider van hun kind. En het ergste is natuurlijk nog dat het kind al helemaal niet weet wat hem overkomt als hij niet is voorbereid. En het gevaar bestaat dat hij daardoor verkeerde keuzes maakt, waarvan de negatieve gevolgen de rest van het leven worden ondervonden. Nou, en het zetten van een foute tattoo is dan misschien nog het meest onschuldige voorbeeld. Je ziet dat er een letter... Daar hebben ze toch echt uren aan gewerkt, hè? Maar misschien werden ze per letter betaald, ik weet het niet. Ja. Okay. Maar goed, het valt de tieners niet te verwijten. Zoals ik even al zei, zij zijn niet bekendgemaakt met hun eigen natuur op jongere leeftijd. Ze hebben niet geleerd om zichzelf te beheersen. En het moment, nu in deze fase, om als ouder in te grijpen, is feitelijk te laat. Want in de puberteit zijn de ouders meestal de laatste mensen met wie het kind nog wil praten over zijn beproevingen. Het is daarom ook niet voor niets dat u ons deze dagen steeds hebt horen zeggen dat met een Raja Yoga opvoeding niet vroeg genoeg begonnen kan worden. Het kind met een dergelijke opvoeding heeft dan al vroeg een kennis ontwikkeld over het leven, wat mededogen en broederschap betekent. Het kent de dualiteit van zijn eigen natuur en weet dat hij door gebruik van zijn spiritueel gerichte vrije wil zijn lagere aspecten kan beheersen. En heel belangrijk, hij heeft geleerd zijn hogere natuur te vertrouwen. Dat is zelfvertrouwen met een hoofdletter Z. Met een Raja Yoga opvoeding heeft het kind zijn denkvermogen ontwikkeld. Met het vertrouwen dat hij in essentie een goddelijk wezen is en alle kennis al in zich heeft. Leren wordt herinneren, zei Plato al. En het is toch veel leuker om bij de bestudering van bijvoorbeeld de geschiedenis van beschavingen de werking van universele wetten zoals reïncarnatie, karma en cycliciteit te herkennen dan droge feiten uit het hoofd te leren. Het kind is met een Raja Yoga opvoeding optimaal voorbereid op de beproevingen van de puberteitsfase. Het kind heeft zelfvertrouwen en herkent instinctief het verschil tussen goed en kwaad. Hij weet nee te zeggen tegen de verleidingen die in deze fase op hem afkomen. Zonder misschien dat hij altijd dat goed kan uitleggen. Hij voelt zich verbonden met alle andere leven, hetgeen een verantwoordelijkheid geeft aan het kind. Een gevoel van verantwoordelijkheid. En tenslotte, hij weet dat zijn ouders achter hem staan. Ze hebben hem vanaf zijn geboorte, zoals Bouke gisteren al uitgebreid heeft uitgelegd, beschermd tegen negatieve invloeden. Door te zorgen voor een goede mentale sfeer en door het goede voorbeeld te geven, hebben zij het fundament gelegd, de bouwstenen aangereikt voor zijn karakter, waarmee hij nu zelfstandig aan de slag kan. De rol van de ouders wordt tijdens de puberteitfase anders. Het kind wil zelfstandig de wereld ontdekken en een eigen visie daarover opbouwen. Dat vraagt van de ouders een meer terughoudende opstelling. Het kind gaan loslaten, gelegenheid gaan geven zelf te ontdekken. Middelbare scholen springen daarop bijvoorbeeld in door werkweken te organiseren. Jongens en meisjes worden op die manier gestimuleerd om zelfstandig activiteiten te ontwikkelen en met elkaar samen te werken. Is die beschermende rol van de ouders dan helemaal uitgespeeld? Nou, integendeel, ze zijn natuurlijk nog steeds in de buurt om hun zoon of dochter te helpen. Dat zal in deze fase echter steeds meer zijn op basis van gelijkwaardigheid. De nieuwe collega is nu zo ver gevorderd in zijn opleiding dat hij geen behoefte meer aan heeft aan iemand die hem de hele dag op zijn vingers kijkt.
Hij heeft iemand nodig die zo af en toe over zijn schouder meekijkt en met wie hij geregeld kan overleggen wat er goed gaat en wat beter kan. Een goede gelegenheid, nou en daar komt hij weer, is de gezamenlijke maaltijd. Wanneer de dag besproken wordt, ervaringen worden uitgewisseld, problemen aan de orde komen en oplossingen kunnen worden besproken. U kunt hen daarbij dan wijzen op boeken over de grote leraren, zoals Plato, Gautama de Boeddha, Lao Tse, of van Gandhi, Mandela of Dr. Martin Luther King. Maakt u er een gewoonte van om op een gelijkwaardige wijze met uw zoon of dochter te communiceren. Dan bent u niet alleen beter in staat om hen te helpen wanneer nodig, maar u hebt daar ook een vriend of vriendin bij voor de rest van uw leven. En verder blijft natuurlijk een veilige thuisbasis belangrijk. Een thuis waar een harmonieuze sfeer heerst en ouders het voorbeeld zijn. Het ligt het meest voor de hand dat kinderen van ouders die leven volgens de principes van de Theosophia, dat later zelf ook gaan doen. Een Raja Yoga opvoeding zorgt ervoor dat uw zoon of dochter beter in staat is de strijd van de dualiteit aan te gaan die moet worden gevoerd tijdens de puberteitsfase. Dat wil echter niet zeggen dat het altijd een eenvoudige opgave is. Er kunnen, en dat is meen ik gisteren in de workshop ook al aan de orde geweest, karmische omstandigheden natuurlijk zijn vanuit vorige levens die het nog flink spannend kunnen maken. En uiteraard, een koninklijke opvoeding is natuurlijk nog geen garantie voor een goed koningschap, met de leiderschapkwaliteiten die daarbij horen. Niet alle materiaal is hetzelfde, heeft Herman al ons verteld. Maar een Raja Yoga opvoeding zorgt er in ieder geval voor dat de innerlijke, goddelijke glorie die de kern vormt van ieder mens de meeste kans krijgt om zich te manifesteren en zijn invloed uit te oefenen gedurende het gehele leven. Wij zijn er steeds van uitgegaan dat het kind vanaf de geboorte de begeleiding heeft gekregen die past bij een Raja Yoga opvoeding. Dat hebben wij gedaan om u een ideaal beeld voor te houden. We zijn ons er natuurlijk van bewust dat er vandaag onder u ook ouders van teenagers aanwezig zijn die voor het eerst kennis maken met deze ideeën. En misschien nu denken van heb ik mijn kind tekort gedaan? En nog belangrijker, wat kan ik er nog aan doen om hem of haar alsnog wat mee te geven van die levenswijsheid van de Raja Yoga opvoeding? Ook dat gras is al voor mijn voeten weggemaaid, want tegen die mensen zouden wij willen zeggen dat vanuit het oogpunt van reïncarnatie het natuurlijk nooit te laat is om nieuw verworven kennis in de praktijk te brengen. Daar kunt u vanmiddag, vanavond of morgen direct al mee aan de slag. Door bijvoorbeeld de ideeën die wij deze 2 dagen aan u hebben voorgelegd en ze op een rustig moment te bespreken met uw kind, met uw teenager. Wat vindt hij of zij ervan? En wanneer u daarbij laat merken dat u zelf ook nog op zoek bent naar de waarheid, dan zult u naar onze stellige overtuiging merken dat uw tiener er meer open voor staat dan u misschien nu vermoedt. In het hart van ieder mens brandt immers het verlangen naar een grotere waarheid. En bij jongeren in de puberteit is dat verlangen het allergrootst. Kijk door de uitingen van de persoonlijkheid heen, achter het masker van de persona. Die ogenschijnlijke verveeldheid, onverschilligheid of afwerende houding. Richt u met uw hogere natuur op het reïncarnerende deel van uw tiener. Zijn schatkamer van hogere gedachten, inzichten en idealen. Dat wat hij werkelijk is. En indien u op basis van gelijkwaardigheid en met vertrouwen in de hogere natuur van uw tiener, maar ook in de hogere natuur van uzelf, het gesprek aangaat, dan weet ik zeker dat u hem ook bereikt. Denkt u weer aan het principe van zender en ontvanger, waarover Bouke het gisteren uitgebreid heeft gehad met ons. Dat werkt altijd, ook bij pubers. Maar laten we niet vergeten tenslotte dat het opvoeden van een kind ook voor ouders een leerproces is.
Goed, de teenager, dames en heren, wordt vervolgens een jong volwassene. Hij is in zijn recapitulatieproces begonnen aan de vijfde klas van de huidige vierde ontwikkelingsronde. Dat is het intellect. Het intellect dat in deze klas zich ontwikkelt, wat de begeerte geleidelijk meer en meer gaat beheersen. De bijna volwassene is beter in staat zijn idealen vast te houden en laat zich niet meer zo snel afleiden. Hij weet nog niet wat het leven op zijn weg zal brengen, maar is vastberaden en vol vertrouwen dat hij zijn plicht zal doen tegenover zichzelf, de familie waar hij deel van uitlaat, zijn land en eigenlijk de gehele wereld. Zijn Raja Yoga-opvoeding heeft gezorgd voor een perfecte balans tussen al zijn vermogens, fysiek, mentaal en spiritueel. In één woord samengevat heet dat karakterkracht. Als ouder neemt u nu afscheid van uw kind. Uw nieuwe collega is ingewerkt. En u gaat als collega's en vrienden samen verder in het leven. Uw taak als ouder zit erop. Uw kind is volwassen. En hij is weer voor wat betreft zijn bewustzijnontwikkeling daar waar hij was gebleven in het vorige leven. Hij neemt zijn leven definitief in eigen hand en zal daar zelfstandig verder vorm aan gaan geven. En hoe dat verder gaat, zal Herman het in de volgende bijdrage met u over gaan hebben. Dank u wel voor uw aandacht. Goed, dames en heren. Heeft u vragen over deze bijdrage? Graag. Nog eventjes kort. Hoe omschreven nou karakterkracht? Dan moeten we hem nog even terugzetten. Hè? Kunnen we dat doen? Heb ik dat op een sheet staan, geloof ik, was het niet? Hier? Ja, hier staan... In feite een perfecte balans tussen al die vermogens, zijn eigen vermogens van het kind, fysiek, mentaal en spiritueel, hè, die in deze termen, op deze sheet, denk ik, u terugvindt. Vastberaden, vol vertrouwen, zelfvertrouwen, zelfrespect en al dat soort dingen, ja, waarbij je dat zou kunnen samenvatten in het woord karakterkracht. En ik denk zelfvertrouwen een heel erg belangrijk aspect is, wat in die fase wordt opgebouwd. Vertrouwen in de eigen hogere natuur. Weten wat duurzaam is en wat niet duurzaam is. En ongeacht wat er in het vooruitzicht zal zijn, wat de toekomst zal brengen, we zijn er klaar voor. Uitgebalanceerd karakter op alle aspecten. Geeft dat antwoord? Ja, duidelijk. Dank u. Goed. Jan Heijn? Ja, dat is... Dank u wel. Er zijn ook jongvolwassenen die hun ouders nog heel lang nodig hebben. Soms wel tot ver in de eigen volwassenheid. Is daar dan iets mee aan de hand? Ik bedoel, u zegt, uw taak als opvoeder zit er op als ze ongeveer 23 jaar zijn. Ja, dat heb ik niet gezegd, mevrouw. Ik heb geen leeftijden genoemd, volgens mij. Rond de 23ste, toch? Zoiets? Nee. Maar u hebt helemaal gelijk, hoor. Ik bedoel, u zult het ook, denk ik, deze twee dagen gemerkt hebben, dat wij heel erg voorzichtig en terughoudend zijn geweest bij het noemen en het geven van bepaalde leeftijdscategorieën. Ja. Omdat dat voor iedereen individueel verschillend kan zijn. En ja, enerzijds heb je natuurlijk ook jongelui die in de puberteitsfase, zoals ik dat noem, blijven hangen. Omdat ze niet op die keuze kunnen komen. En anderzijds zijn er jongelui die wat eerder met die fase klaar zijn. En jongelui die er wat langer over doen. Oké. Nee, dan heb ik het verkeerd begrepen. Dus ik zat op 23, zoiets, maar... Nou, dat is toch een aardig gemiddelde, denk ik. Ja, ik denk het niet. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Ik vind het, Carbis, wel leuk, hoor, dat u deze vraag aan Jos stelt. Ik wil eigenlijk zeggen aan Jos en Maria... Pardon? Want ik weet dat hun kinderen dus heel lang over de grond kwamen. Dat ik wel eens zei, het wordt tijd dat je je huis op slot doet. Ja? Ze zeiden, waarom? Het zijn onze vrienden. Wat wil je dan? Ja? Dus, ja. Ja, gaan we maar. Dat is, om daar nog iets... Ik kan me wel herinneren, mijn kinderen zijn echt de deur uit, hoor. Tenminste, ja.
Dat is wel de bedoeling, ja. Hebben een zelfstandig leven. Dat is zo. Maar wij hebben wel rond die leeftijd dat wij zo van elkaar dachten en naar elkaar keken. Hè, dus ouders en kinderen. Het moment dachten van, nou ja, nu is het moment van dat we je laten gaan. Hebben we ook echt daar een gesprek over gevoerd. Dus het is een bewuste afscheid van een bepaalde fase geweest. En dat ik moet zeggen, daar heb ik nog steeds hele goede herinneringen aan. En ik denk de kinderen ook, ja. Ja. Oké. Ja, gaat u gang. Ja, zelf heb ik vaak in mijn leven een opvoeding gegeven, begeleid van het kinderen begeleid van het onbewuste naar het bewuste leven. En ik heb momenten, denk ik ook op dit moment even, heb ik ook die momenten dat ik ook mee heb geholpen van het onbewuste naar het bewuste leven. En naar mezelf ook gekeken om ook dat met mezelf te doen. En op moet ik terugkijken en mezelf wakker maken. Oh ja, dat heb je toen gedaan. Dat ligt ook met jezelf ook zo. Dus dat, ik ben daar even stil blijven. Naar het laatste stukje wat hij heeft uitgelegd van bijna volwassenheid. Dus daar ja. blijft mijn gedachte even hangen. Ja. Maar ik heb gedacht, laat me dat even naar voren brengen. Ja, nou ik denk dat het een altijd een goede gedachte is om even wat aan zelfreflectie te doen. En terug te denken van, oh ja, dat had ik beter toen zus of zo kunnen doen. Of dat heb ik destijds goed gedaan, want noem maar op. Want ja, ieder moment, en niet alleen in die periode tot 21 jaar, zitten natuurlijk de leermomenten erin. Hè? En Herman zal het er ook nadrukkelijk in zijn volgende bijdrage over hebben. Dat het niet zo is natuurlijk dat zo rond de 21 of 23 of 18-jarige leeftijd het verhaal klaar is. En als je het dan niet hebt gered, dat je dan voor de rest van je leven maar beter achter de geraniums kan zitten. Integendeel. Dus ja, blijven leren, maar ik wil jou het gras niet voor... Kleine voeten wegmaaien, maar tot het laatste moment valt er wat te leren. Dank u wel. Nou, ga even door. Oké. Okay. Dat hebben jullie ook met mij gedaan, dus. Ja. Pardon. Oké. Okay. Ik kom uit een andere cultuur en wat ik gemerkt heb is dat was altijd een beeld van westerse mensen. Hun kinderen gaan heel jong uit het huis uit, misschien bij 18 of 20 ja. of zo. En als ik nu nadenk over deze lezing, begrijp ik eigenlijk het verschil. Daar worden vaak kinderen, ook als kinderen, de hele tijd behandeld. Ook als ja. ze ouder zijn in de puberteit, ja. dan zijn ze altijd kinderen. En dan ga je ja. altijd met hun als met kinderen om. Ja. En dan, omdat je eigenlijk de hele relatie niet aan gelijkwaardigheid is gebaseerd, dat praat ik algemeen maar. Ja. Misschien dan daardoor blijven ze altijd kinderen. En, ja. en eigenlijk de hele visie hier is ja. vanaf jonge leeftijd echt op die niveau met hun ja. omgaan als het ja. over de ja, volwassene mensen ja. gaan. Denk aan hier een ja. deel. Dat is allemaal mooi, maar dan moet dat ook gebeuren in de werkelijkheid. Zeker. Die voorbereidingen moeten getroffen worden, ja. omdat ze dan wel eens staan kunnen ja. nadenken. Gewoon een commentaar geven dat het echt nu voor mij duidelijk is waar het door gaat. Ja, nou, ik vind het heel ja. mooi en fijn dat je dat zo noemt. Omdat je van buitenaf min of meer kijkt naar wat ja. hier allemaal plaatsvindt. Ja. En natuurlijk, ik denk dat dit ook een ideaal beeld is. Hè. We kennen in Nederland natuurlijk ook mensen die zich, of kinderen andersom, die zich angstvallig aan elkaar vasthouden. Maar ik sta ook met een ander been nog in een andere samenleving, namelijk in het Verre Oosten, in het Azië. En daar zie je heel nadrukkelijk... vooral bij wat meer welgestelde families, dat kinderen eigenlijk nooit van hun ouders loskomen. Mm-hmm. En dat ja, vind ik tamelijk verontrustend. Ja. Ja. Goed. Ja, gaat u gang. Ik vraag me af, hoe is het gegaan bij kinderen die geen ouders hebben of voeders hebben en toch nog in de maatschappij wat geworden zijn? Hoe is het gegaan? Hoe zou het ja, in andere gevallen gaan? Hebt u een idee? Nou, ik heb hier een heel boek met voorbeelden van dat soort geschiedenis. Met heel veel jonge kinderen, of heel jonge leeftijd, die uit hele moeilijke omstandigheden in staat zijn gebleken om zich omhoog te werken. Dus wij praten over een Raja Yoga opvoeding en een ideale situatie natuurlijk. Maar wij zijn ons er zeker van bewust dat zeker in deze tijd het ook niet altijd een ideale situatie is. En sommigen vanuit... kinderen die ook niet voor niets natuurlijk geboren worden in hele moeilijke omstandigheden, ja, die zijn in staat, hè, die hebben
Die hebben al zover vanuit hun vorige levens opgebouwd dat ze in staat zijn in dit leven, ook in dat soort moeilijke omstandigheden, daarbovenuit te werken. En eigenlijk zijn dat ook voorbeelden voor ons om wanneer wij eens problemen hebben, om te zien van ja, je kan er bovenuit groeien. Hoe lastig en moeilijk zo'n situatie op een gegeven moment ook is. Maar het zijn voor die kinderen ook natuurlijk de leermomenten waarvoor ze gekozen hebben om vanuit die omgeving verder te komen. Ja. De eerste 9 maanden zijn het belangrijkste. De eerste 9 maanden van een kind is dus het belangrijkste, dacht ik, voor het opgroeien. Nou, we hebben gisteren een lezing gedaan die ging over dat de eerste 3 jaar erg belangrijk zijn. Maar goed, op een gegeven moment is alles belangrijk natuurlijk, maar het begin is zeker. Om een kind de meeste kansen te geven om zich in zijn latere leven optimaal te laten bloeien, laat ik het zo maar zeggen. Zoals de vergelijking met een bloem wil maken, dan moet je in het begin dus veel aandacht geven, water geven en dat soort dingen. En een goede gezonde aarde planten. Maar ook weten we dat in vaak barre omstandigheden hele mooie bloemen kunnen bloeien. Ja. Ja. Goed, hier is nog iemand die... Maar misschien als aanvulling, misschien de rol van de niet-ouders in de opvoeding is daarbij misschien belangrijk. School, weldoeners, paters, weet ik veel wie. Ja, nou ja, dankjewel voor je aanvulling. Ouders, ja, maar, ja, we praten deze 2 dagen over ouders, maar eigenlijk in de meest brede zin de hele omgeving. Een kind wordt geboren in een bepaald gezin, in een bepaalde familie, in een bepaald dorp, in een wijk, in een stad, in een land, in een bepaalde tijds. En alles heeft met alles te maken. Dus ja, dat is precies het eenheidsidee. En alles heeft met alles te maken, ja. En iedereen heeft dus eigenlijk een rol binnen de directe en wat verder afgelegen omgeving van een kind. Wanneer een nieuw mens aan zijn verdere loopbaan besluit te beginnen. Goed, collega's. Oké, dankjewel, Jos.